Vrienden, jullie zien het. Ja, dit. Hey, is dit even de haven van Volendam? Ja, is dit Volendam, ja of nee? Ja, zeker. En kijk hier. Oh, is dat even Jan Smit, ja of nee? Ja, ik dacht als ik dan toch met dit is jou ergens mag staan, dan op deze unieke plek. Dit is een unieke plek, beste vrienden. Ja. Jan, vertel aan de volgers waarom dit nou een unieke plek is. Ik stond hier in 1998. Hey, 1998, vrienden. Als klein jongetje met Harry op deze plek. Kijk, hier, op deze stijger. Oh, hier. Kijk, jij loopt even mee, want het moet wel op dezelfde plek. Ja, op dezelfde plek gaan en we toen, staan. Hier, op deze stijger, let op. Dat was vlak voor het WK. Guus Hiddink was de bondscoach. Wim Jonk, onze trainer, speelde toen nog in het Nederlands elftal. En toen zong ik het Wilhelmus. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsen bloed. Den vaderland getrouw, blijf ik tot in den dood. Een prinsen van Oranje ben ik vrij onverweerd. Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Ja! Goed, Jan! Oké. Helemaal goed! Kijk. En dat was zo met de haven op de achtergrond. Hier hebben we gestaan, vrienden. Hij heeft er 25 jaar op zitten, vrienden. Kun je het je voorstellen? Jan Smit. En die kennen we nu al zo lang. En je denkt, die gozer die moet ongeveer 60 jaar oud zijn. Maar dat is niet zo. Nee, 35 ben ik. Hij is pas 35! En hoeveel hits heb je al achter de rug? Ja. Nou, noem eens een aantal. Moet ik een aantal noemen? Ja, gewoon hoeveel? Hoeveel hits? Ik was een stuk of 15. 15 grote hits heeft hij al gehad. Ja, heel bescheiden. Ja. Heel bescheiden. En dan heeft hij concerten gegeven in weet ik veel, in Ahoy en zoek het uit en waar allemaal. Ja. Ja. En grote programma's gepresenteerd en nu weer beste zangers en gaan ze maar door. En jij hebt ook nog, die muren, die heb jij ook nog Volendam gehad. Nou ja, ik heb Robert wel een paar keer gebeld inderdaad. Oh, zie je, dat hebben wij gedaan hoor, dat hebben wij geregeld. Ja. 35 aanbiedingen, ja. Binnen en buitenland. Oh, kun je nagaan. Maar uiteindelijk... Heeft hij toch weer voor hier gekozen? Nou ja, kijk, ik hoef niet zo... Kijk, als ik gewoon uit beeld ga... Ja? Robert, die kent dit plaatje ook. En dan kun je natuurlijk in Leeuwarden, dat heb je ook... Als je van Volendam houdt en je Marum, bent een Volendammer... Ja, waar hij allemaal gezeten heeft. Ja, dan willen ze je niet weg. Uiteindelijk is dit natuurlijk gewoon het Walhalla. Ja, Volendam. Nou, dan gaan we zingen. Ja? Zal ik hem... Mooi Volendam. Ja, ik begin met het coupletje. Ja, ik weet niet of ik mee moet doen. Want ja, bij de refrein. Maar ik begin... Oh ja, graag. Oud café daar op de hoek staat een meisje in een spijkerbroek. Toeristen zien de klederdracht haast nooit meer. Oh, is dat mooi, jongens. Ja? Ja, ga door, Jan. In de winkels liggen tot hun spijt bepaalde dingen uit die andere tijd. Waarvoor ze blijven komen keer op keer. Nou, jongens, is dit cool? Is dit cool of... Alleen de haven behoudt zijn oude glans en ademt nog de sfeer. En deze zin is binnenkort verleden tijd. Ja. De voetbalclub verspeelt zijn kans steeds weer. En dan komt ie. 1, 2, 3, 4. Mooi Volendam, met je zee tot aan de horizon. En de vissers die voor dag en dauw uitvaren gaan. Oh, wat mooi. Mooi Volendam. De tijd springt slordig met je om. Toch blijft de vissersgeest altijd bestaan. Nou. Toch zal het oude nooit helemaal vergaan. Nou, Jan. Ik heb nou kippenvel van mijn kruin tot meteen. Ik ook. Ik bedoel, dit is... En voor koeler gaat het niet worden in het leven, beste vrienden. Jan, zeg al mijn volgers maar gedag. Ja, lieve mensen, bedankt voor het kijken. En blijf Harry vooral volgen. Ik doe het ook elke dag. Het is alle dagen weer feest. Je weet nooit wat je krijgt. Kijk. Maar dat maakt het zo leuk, Harry. Hey jongens, dag. Doei.